Annetje, ik hoor iets. Ik ga kijken. Ik wil nog maar één ding, mijn bed. Een hele discotheek binnenste buiten gekeerd. En weten we iets meer? Chansons de muziek, hoor. Wat was dat? Dat is precies wat bij. Achter ons, keer eens terug. Oh, ja, de koninklijke bekeuring. Oh, sorry, Van Deur. Madames, bij Verlinde? Oké, merci. De lokale, het is bij garage Verlinde. Ben je, hè? Ken je die? Wilt jij op de weg letten terwijl je rijdt? Ja, ik ken Gila en Annet. Het zijn jeugdvrienden. We komen elkaar af en toe tegen, kent dat. Hier is het. Jongens, toch. De hele vriendin ligt aan scherven. Wat is met passie? Goedenavond. Verbeelen van de lokale politie, inspecteur. Hoofdinspecteur. Excuus. Wij waren in de buurt op patrouille. We komen net aan. Een ontploffing? Van hier te zien niet. Ik ga naar binnen met Sam. Rudy, vloed je het parket? Zorg voor een perimeter en organiseer een buurtonderzoek. Oké. Van Dun, voorzichtig, hè. Jongens, wat een ravage, zeg. Pas op voor dat glas hier. Kunnen we weer wat licht krijgen? Hier ligt iemand. Masker. Oh, hij heeft precies veel bloed verloren, maar hij leeft nog. Ja, hou zo. Die weet iets wat wij niet weten. Laat hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen onder bewaking. Kom, die morgen. Van Deun, nog één. Hier. Dat is geen lijn van Linde. Hij is dood. Annetje, rustig maar. Ik ben het gewoon, hè. Wat is er gebeurd? Je moet mij vertellen wat hier gebeurd is. Ik denk dat ze me niet veel kan zeggen, maar ik zal een dokter bellen en iemand van slachtoffer. Shh. Rustig. Laf eens meer lopen, zeg. De buren hebben een verschrikkelijke klap gehoord. Het glas dat explodeerde. Ja, dat weten we. Nog iets? Een paar denken dat ze vooraf schoten gehoord hebben. Ja, en hoe komt het dat glasraam gesneuveld is? Dat ging ik juist zeggen om mij. En de getuige heeft een wagen zich los door het uitstalraam zien boren. Hij reed weg en sloeg onmiddellijk linksaf. Diepen en de kleur heeft hij niet gezien. Ja, iemand van het personeel zal wel weten welke auto dat er ontbreekt. Waarschijnlijk Ros en de Wit, de receptioniste. Bel de mens uit haar bed. En zijn die gestolen wagen. Ik ga eerst naar het ziekenhuis. Ik ga kijken of ik die mededader al kan ondervragen. Als dat lukt, want die man was half dood, hè? Ja, het is geen kwestie van kunnen, maar van moeten. Ja, wat. Dokter. Hoofdinspecteur. En? De man met de bivakmuts? Hij wordt voor het moment naar de operatiekamer gebracht. Een schot in de buikholte. Ja, zijn toestand is kritiek, maar hij maakt een goede kans. Ah, en uw collega stelde vast dat hij geen enkele identificatie bij zich had. Ik stuur na de operatie iemand van de technische dienst voor een foto, vingerafdrukken en een bloedstaan. Ja, maar dat kunt u niet maken, meneer Van Deun. In zijn toestand ja, is dokter, het toch... deze man is medeplichtig aan roofmoord. Kent u de toestand van zijn slachtoffer? Guylain Verlinde is dood. Als ik u zeg dat er vingerafdrukken worden gemaakt, dan worden er gemaakt. Goedenavond. Roze de Wit en de receptionisten is direct naar de garage gekomen. Ze kreeg bijna een hartaanval als ze de chaos zag.
Maar goed, ze zag onmiddellijk welke wagen ontbrak. Een pakbeest van een 4x4. Donkerblauw met zo'n boelbaar. Dat is geschreind. Goed werk, Rudy. Ça va, Romain? Guilain was de echte kop, hè. Een buurjongen. We hebben onze schooltijd samen gezeten. Samen op reis geweest, samen bij de para's geweest. Getennist. En als je die dan daar op de vloer ziet liggen... Maar we gaan ze pakken, Rudy. Ik was blij dat je straks niet in actie moest komen. Die zaak van die vermoorden student speelt nog altijd door mijn kop. Hoe voelde dat geweer op me richten? Bij mij was het te laat. Poelvoorde knalde meneer dwars door mijn voordeur. Sorry, nou, ik had dat niet over mogen beginnen. Zag jij soms nog bang? Soms wel, ja. Jij? Ik ook. Angst is een slechte raadgever. Allee, Rudy, tot morgen. Ja, goeienacht. Mevrouw Rose de Wit en mijn collega hoofdinspecteur Van Deun. Mevrouw Van de Wit. Dag meneer. Allee, meneer Verlinden dood, kunt u dat nu geloven? De liefste mens die er bestaat. Meneer en mevrouw Verlinden, dat zijn meer dan mijn bazen. Hè. Dat is gelijk familie. Ja, het is echt mevrouw, het is echt. Zou ik mevrouw Verlinden nu kunnen spreken? Ja, ja, tuurlijk. Daar, de trap op. Dank u. Net heeft een kalmeermiddel gekregen van een dokter. En slachtofferhulp komt straks ook nog eens langs. Ze kan praten, maar liefst niet te lang. Oké. Annetje. Dag, Romain. Mijn oprechte deelneming. Zou je mij zo goed mogelijk kunnen vertellen wat hier vannacht gebeurd is? Guilain dacht iets te horen en hij maakte mij wakker. Hoe laat was dat, mevrouw? 3 uur. Hij pakte zijn revolver en ging naar beneden en ik ging mee. Guilain ging de garage binnen. Er waren 3 gemaskerde mannen. Eén stormde recht op Guilain af. Guilain schoot en de man viel en die bewoog niet meer. Maar die 2 anderen schoten direct terug. Schoten ze allebei? Ja, dat weet ik niet meer. Guilain sprong achter de toonbank van het magazijn. Hij schoot nog eens en raakte een van die 2 anderen in zijn schouder, denk ik. Oh, God. Sorry. Neem rustig uw tijd. En dan schoot de derde, ik weet niet hoeveel keer, door de toonbank waar Guilain achter zat. Hij sleurde de anderen in de 4x4 en ze reden dwars door het raam van de toonzaal weg. En die derde bleef liggen. En in welke richting reden ze? Weet je dat? Nee, Romain. Ik heb Guilain nog op mijn schoot getrokken. Hij was dood. En wat is er dan gebeurd? Ik weet het niet. Romain, ik denk dat het voorlopig genoeg is. Nog even. Annetje, die gangsters zaten hier s'nachts binnen. Er zijn geen sporen van braak. Dus die zijn ongezien binnengekomen en hebben zich verstopt. Maar hoe gaat je weer buiten? En dan nog met een auto? De sleutels of de badges van de dure auto's liggen in de brandkast. Die heeft een code. En sommige wagens, gelijk die 4x4, hebben zelf nog een code. Een alarm? Dat gaat ook met een code. Dus als je wilt buiten geraken met een auto, moet je tenminste 3 codes kennen. Zou het kunnen dat de gangsters getipt werden door iemand van het bedrijf? Nee, dat kan niet. Alleen Guilain, ik en Roos, de receptioniste, kenden de codes. Nee, meneer Verlinden kan niet aan een telefoon komen. Meneer Verlinden is dood. Mevrouw De Wit, een paar vraagjes. Ja. De gangsters moeten bijna zeker codenummers gekregen hebben van iemand van binnenshuis. Alleen de Verlindes en u kenden die. Nee. Er waren er nog anderen hè, die codes kenden. De magazinier, de meester gast zeker, die moet er hier ook op alle ogenblikken binnen kunnen met die auto's. Hè? En
enig idee wie... Nee, hoofdinspecteur, allee, wie zou er nu zoiets doen? Zijn er buiten die twee nog die codes kennen? Ja, er zijn nog 4 mechaniciëns. Maar of dat ze die codes kennen, dat weet ik niet, hoor. Het is hier zo druk. Rudy, vraag dat ook eens aan al de mechaniciëns. Goed, hoe ver staan we met de zaak Verlinde? Er is tot nu toe geen enkel bruikbare reactie op het opsporingsbericht op tv, nog op de site van de federale. We zullen geduld moeten hebben, directeur. Hoezo geduld? Zullen het parket en de publieke opinie ook geduld hebben? Directeur, wij hebben een van de overvallers. De gewonde gemaskerde man. Hij wordt bewaakt in het ziekenhuis. Maar we kunnen hem niet ondervragen, omdat hij nog altijd niet bij bewustzijn is. Hij had geen papieren bij zich. Zijn vingerafdrukken en zijn DNA-profiel zitten niet in de databank. Blijkbaar heeft hij geen gerechtelijk verleden. Voilà. Er is iets. Rustig, mevrouw. Waar is wie? Die man uit dat opsporingsbericht. Waar is hij? Dat is mijn man. Ja, waar is hij? Ja, mevrouw. Mevrouw, ga rustig zitten. En vertel eens wat er aan de hand is. U bent... Ik ben Evi Verhelst. Die foto in dat opsporingsbericht, dat is van mijn man, mijn echtgenoot. Wat is er met hem gebeurd? Mevrouw, Evi... Ja, ik heb helemaal niet verstaan wat ze hebben gezegd. Is hem dood? Nee, uw man is in het ziekenhuis. Hij werd neergeschoten. Hij is nu nog buiten bewustzijn, maar hij zal het halen. Hoe heet uw man? Kenny van Dorselaar. Hebt u papieren bij? Van... Nee, die liggen allemaal thuis. Ja, hij pakt die nooit niet mee. Verifiëren, dames. Ja, mag ik hem dan nu zien? Dat zal moeilijk gaan, mevrouw. Uw echtgenoot ligt onder bewaking in het ziekenhuis. Hij is een van de hoofdverdachten van een roofoverval. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Mijn man is geen gangster. Nee, dat kan niet. Kom, dat kan niet. Kom. Ik zal u naar huis brengen. De zaak Verlinde, collega's. Ik merk weinig evolutie. Ja, we hebben toch minstens de mededader, directeur? Ja, maar die zwijgt nog altijd, in alle talen. Ik ben nog eens met Annette Verlinde gaan praten. Dat ging nu wat beter. Het is duidelijk dat die gangsters zich rond sluitingstijd in de garage hebben laten opsluiten. Ik dacht het al, hè. Dus er bevonden zich volgens de verklaring van mevrouw Verlinde 3 gemaskerden in de garage die probeerden een 4x4 te stelen. Ja, en de bevindingen van de tv'ers die kloppen met haar verklaring. Volgens balistiek schoot Verlinde Kenny van Dorselaar neer en ook een tweede gangster. En in de toonzaal werden bloedsporen van die tweede man gevonden. En? Geen DNA-profiel in de Belgische databank. Het is nu in handen van Interpol, dus dat wordt geduldig. Ja, en van die gestolen wagen ook geen spoor. Die kan nog even goed in Halle staan dan ergens in Rusland. Ja, de personeelsleden van het autobedrijf? Ja, niks speciaals. Enfin, die meestergast en de magazinier moeten we van dichtbij in de gaten houden, want zij kennen ook die codes. Goedemiddag. Hey. Ik heb informatie over Van Dorselaar. Onze man in coma is inderdaad dus Kenny van Dorselaar, echtgenoot van Evi Verhelst. De foto's op de identiteitskaart en het rijbewijs kloppen. De gegevens op de CIS-kaart kloppen ook. Maar nu moet eens goed luisteren. Ja, Rudy, we luisteren. Van Dorselaar is van beroep carrossier. Hij is nu werkloos, maar tot vorig jaar werkte hij voor Garage Verlinde. Bingo, we hebben prijs. Dus die kende de gewoontes van het huis. Die is medeplichtig, hè, directeur? Ja, mogelijk. Als hij hersteld is, halen we hem het bloed van onder de nagels. En nu gaan we zijn vrouwtjes stevig de duimschroeven aandraaien. Kom, Rudy. Duimschroeven? Uit welk tijdperk komt dat? Die Evi heeft bij ons weten toch niets misdaan? Mijn man kan niet in Garage Verlinde geweest zijn. En hij is geen gangster. Mevrouw, alstublieft, ik heb hem daar zelf op de vloer zien liggen. Moet ik u laten oppakken voor belemmering van het onderzoek? Kom, hè. Mevrouw Verhelst. Uw man was werkloos. Ja, maar dat was wel zijn schuld. Nee, nee, dat weten we. Zijn firma ging failliet. Maar wat deed hij zo heel de dagen? Hij zat thuis en hier en daar deed hij zijn job kunnen. En af en toe ging hij op café met vrienden. Welke café? En die vrienden kun je namen noemen? Hij zat altijd in café Charlie P, recht tegenover het station. Ja, samen met zijn vroegere werkmakkers, Danny Steegmans en Gerry Melis. Die twee vrienden van Kenny, Danny Steegmans en Gerry Melis, zijn kleine jongens, geen strafblad en een perfect alibi. Hè. Ze klopten dezelfde nachtshift in dezelfde fabriek. Verdomme, hè. We zijn nog geen stap verder. We pakken de vrouw van Van Dorselaar op en we ondervragen haar tot ze breekt. Een momentje, Romain. We zijn ook gaan babbelen met de baas van Café Charlie P. Die vond Kenny van Dorselaar een brave jongen.
Het viel hem alleen omdat Van Dorselaar de laatste weken pinten zat te pakken met een zekere Eddie Swerts. Ah, die heb ik ook door de computer gedraaid. En die is niet onbesproken. Serieus wat kleine diefstallen 3-4 jaar geleden. Let's go. Ja. Eddie Swerts? Ja? Hoofdinspecteur Van Deun van de federale gerechtelijke politie. Dit zijn mijn collega's. Hier blijven gaan. Kom, jong. Ga lopen, jongen. We gaan u geen pijn doen. Kom, we gaan binnen een klapje doen. Meneer Swerts, niets op tegen dat mijn collega-inspecteur de koninkje wat rondneust terwijl wij praten? Niks van. Komt jij eens zoeken? Luister, mannetje, ofwel werkt u mee, of uw huis is straks de stal. Want een huiszoekingsbevel geeft de onderzoeksrechter ons direct. Oké. Kijk maar rond. Meneer Swerts, ik heb met Kenny Van Dorselaar en nog iemand een roofoverval gepleegd op garage Verlinde, is niet? Wat? Een overval, maar ik weet van niks. Hey, waarom zat je dan voortdurend samen met Kenny Van Dorselaar op café? Kenny is een vriend. Wie was die een derde inbreker? En waar is de auto die je gestolen hebt? We waren daarmee van plan? Hey, jij vangt zeker een auto pikken. Ik ben niet zot, hè? Ik wil niet terug naar de bak. En ik heb al 4 jaar niets gestolen. En die koperdraad dan? In uw kelder ligt zeker 60 kilo. Ik verkoop af en toe wat koper. Het leven is duur, hè? Aan wie verkoopt dat? En van waar komt dat koper? Heeft dat iets te maken met die gestolen auto? Arge blijft zwijgen. Rudy, wilt jij het nodig doen voor een aanhoudingsmandaat en een huiszoekingsbevel? Dus dat is dan in orde voor die huiszoeking? Dank u wel, meneer de onderzoeksrechter. En nogmaals mijn excuses voor het storen. Dag. Goed, ik mag hopen dat het feit dat u mij in de onderzoeksrechter in het holst van de nacht belt enig nut zal hebben. Hallo? Zeg, we slapen ook weinig, hè. Ja, ik ben er over een half uur, Christina. Ja, tot dan, hè. Ja, de mogelijke link tussen Van Dorselaar en Swerts is voorlopig ons enige aanknopingspunt, dus doe maar. Sorry, momentje. Van Deun? Merci. Van Dorselaar is dan net wakker geworden en is nu in de vrijste conditie om te praten. Kom, Rudy. Sam, jij superviseert de huiszoeking. Let's go. Maximum een kwartier, oké? Okay? Ja, dokter. Meneer Van Dorselaar, hoofdinspecteur Van Deun van de federale gerechtelijke politie. En dit is mijn collega, inspecteur Dams. Hallo. Goedemorgen. We hebben alle redenen om aan te nemen dat u betrokken bent bij de roofoverval op garage Verlinden. Verlinden? Wat is daar gebeurd? Dat weet je maar al te goed. Ik heb Guylain Verlinden vermoord. Dat is niet waar. Ik heb met die overvallers niks te maken. Ik was daar toevallig op hetzelfde moment. Toevallig? Mijn bivakmuts op uw kop. Waarom waarde je daar? Ik wist koperdraad liggen in het magazijn van Verlinde. Ja, je steelt koper. Ja. Af en toe ben ik werkloos. Ik heb geen nagel om mijn gat te krabben. En je verkoopt aan Eddie Swerts? Ja. En hij verkoopt door aan een pool die er ginderachter veel geld voor krijgt. Jij kende die garage? Ik heb u laten opsluiten. En hoe raak je daar dan weer buiten? Langs de Nerco. En dan via Tak. Maar toen ik ineens die twee andere gasten aan het werk zag gaan, kreeg ik schrik. Ik ben blijven zitten. En toen de poorten open gingen, heb ik alles op alles gezet. Ik ben naar buiten gespurt. Maar ik zag niet dat ik recht op Verlinden afstormde. En die schoot direct. En toen ging het licht uit. Broer, je aanschonen? Nee. Ik heb dus in dat magazijn dingen aangeraakt en zo. Ja. Tot die twee anderen zich installeren. Ik twijfel sterk aan dat verhaal van Van Dorselaar. Volgens mij klinkt dat geloofwaardig. Klopt toch dat hij Swerts kent? En hij weet toch dat die koper verkoopt aan de pool? Dat verzinnen toch niet? Vraag bij de technische dienst eens na of ze tijdens het sporenonderzoek ook het magazijn gescreend hebben.
En of ze daar vingerafdrukken gevonden hebben die matchen met die van Kenny. Maar mij mogen eerst proppen bij de garage, Verlinde. Ik wil de magazijn zelf eerst nog eens bekijken. Ah, meneer Van Deun. Wat kan ik voor u doen? Wel, ik zou graag nog even praten met mevrouw Verlinde. Maar mag ik eerst eens een kijkje nemen in het magazijn? Ja, tuurlijk. Dat is die deur daar. Dank u. Oh, meneer Van Deun, wat is niet doen? Ik voel op die hond van mijn lijf vallen. Alsjeblieft. Gaat het? Ja, schammen op mijn arm, scheuren in mijn mouw. Is die hond van u? Nee. Kodaar is de waakhond van het bedrijf. Ja, hij is zeer gevaarlijk voor mensen die hij niet kent. Zelfs sommige medewerkers moeten oppassen. Kodaar lijkt heel goede maatjes met die meneer die hem riep. Wie is dat? Ah, dat is meneer Jean-Claude Bastide. Dat is een zeer goede klant. Hij koopt vooral onderdelen en tweedehandswagens. Hij kent die hond nog van toen hij nog een pup was. Roze, tot ziens en doe nog eens de groeten aan de wet. Zal ik doen. Wat ik vreemd vind, mevrouw De Wet. Toen mijn collega's en ik hier donderdag nacht als eerste aankwamen, was hier helemaal geen hond. En iemand van de ondervraagde buren heeft het over een blaffende hond gehad. Nee, nu dat je het zegt. Ja, die hond moet weggelopen zijn. Hij is pas laat in de namiddag teruggekeerd. Hè? Dus iemand heeft Kodaar losgelaten. Dat moet iemand zijn die de hond heel erg vertrouwde. Hoeveel mensen zouden Kodaar zonder problemen kunnen benaderen? 5? 10? Een van de overvallers kent de hond zeer goed. Romain, de hondenfluisteraar. Ja, lach maar. Maar de flipper is mij een nieuw kostuum schuldig, hè? Als je dat maar weet. Heb je al nieuws, Rudy? Oh ja, Sam, check eens een zekere Jean-Claude Bastide. Die man kent iets van honden. Ja. Die huiszoeking, Miss Wertz, heeft 2 dingen opgeleverd. Het adres en het telefoonnummer van de pool. Dus het verhaal van Kenny van Dorselaar kan kloppen. En de technische dienst heeft alleen in het magazijn vingerafdrukken van Kenny van Dorselaar gevonden. Niet in de toonzaal. Mm-hmm. Klinkt dus hoe langer, hoe aannemelijker. Hij hoorde niet bij de 2 anderen. Hij wilde gewoon wat koper stelen. In ieder geval was 1 van die 2 bevriend met die hond, met die waakhond Kodaar. Ga Marco Douwe de meestergast eens ondervragen. Oh, kan dat niet wachten. Nee, dat kan niet wachten tot morgen. Douwe was 1 van de weinigen die goed kon opschieten met die hond. Vind je iets over die Bastide? Oh, niks. Misschien een valse naam. Bastide komt precies goed overeen met Roos de Wit. Screen daar ook maar een keer. Ik ga die Roos de Wit een beetje in de gaten houden vannacht. Romain? Ja, Rudy? Met die meestergast. Die en Douwe zijn we niet veel wijzer geworden. Hij heeft trouwens een alibi. We hebben dan nagetrokken en... Oké, ga maar naar huis. Hé, wacht. Roos de Wit komt naar buiten. En Bastide ook, godverdomme. Ik ga die volgen. Kom naar mij toe. Hoe weten we waar je naartoe rijdt? Dat uw gsm maar openstaan. Ik zal u loodsen. Waar zit je nu? We zijn net de begraafplaats van Hall gepasseerd. En we rijden over de Gaasbeekse Streenweg richting Sint-Pietersleeuw. Ze zijn net Oudenaken gepasseerd. Volg je nog, Drams? Ja, natuurlijk. Nu rijdt hij richting Gaasbeek. Hé, wacht. Hij slaat opeens een betonweg in dwars door de velden. Hoe heet die weg? Dat weet ik niet, maar je vindt het wel. Maar wacht. Hij gaat rechtsaf. En hij stopt. Ze gaan een huis binnen. Met een loods. Daar ga ik eens een kijkje in nemen. Wacht even, ik stik mijn gsm weg. Romein, dat is te gevaarlijk. Wacht op ons. Het is veilig. Ze zijn binnen. En die loods ligt zeker 30 meter van het huis. Ik ben er. Ben jouw mannetjes. Hier staat een donkerblauwe 4x4 met een vrakkel ervoor, Steven. Dat is een gestolen wagen. Bel de DSU. Ik ga voorzichtig terug naar mijn auto. Blijf staan. Milan, Romain. Blijf liggen. Waar zit hij nu? Ik kan niks meer zeggen of hij is er aan. Ik bel de CT in Brussel om zijn gsm te traceren. Dus je hebt die codes aan meneer Bastide gegeven, Roos? Ja,
Het is goed gezien. Hallo? Hoofdinspecteur. Ja, de koning van de federale hallen hier. Kunnen zo snel mogelijk de positie opzoeken van gsm nummer 0478881869. Bedankt, het is heel dringend. En waarom moest jij die wagen stelen? Om overvallen mee te plegen. Maar het is een beetje misgelopen. Allee, waarom duurt dat nu zo waarom lang? Waarom moet jij meewerken aan overvallen? Jean-Luc weet veel geld zitten in Rusland. Ik kan heel mijn leven in een garage ploeteren. Proost, genoeg. Oh, nee. Hallo? Ja, bedankt. Hij zit in de Donkerstraat, Rudy. Ja. Wacht toch even. Nog één ding, Roos. Je hebt uw weldoener de dood in gejaagd. Die mensen die u alle kansen gegeven hebben. Doe u dat niet. Assez, meneer Van Deun. Adieu. Gefeliciteerd allemaal. Jullie hebben een zeer zware crimineel gevat. Volgens Interpol is Bastide eigenlijk Gérard Solena, een Franse gangster die jarenlang in VS opereerde. En is nu blijkbaar al enkele jaren in ons land actief. Solena en zijn handlangster de Wit liggen in het ziekenhuis, maar ze zijn niet gevaarlijk gewond. Dankzij het precisievuur van inspecteur De Koning. Sam, dat is van mij. En ook waarom... Bloemetjes? Oh my, merci, dank je. Omdat je altijd zo stipt op tijd komt.